wensen met uw baby en met de nieuwe zaak? Oh, dank u wel. Twee baby's? Twee baby's en eigenlijk drie met de papa erbij. Ja, je moet niet vragen wat de mooiste is. Nee, je kunt ze niet vragen. En uw nieuwe zaak hier, dat is een pak kledij wat hier hangt. Hè? Heeft u enig idee hoeveel stuks hier hangen? Oh, ik heb het eigenlijk nog niet geteld. Heel veel, want ik heb nog een stok van boven. Ja, dus bruidskleding boven. Hè? Bruidskleding en ik heb ook nog een derde verdieping. En allemaal zelf ontworpen? De meeste zijn mijn eigen ontwerpen, maar ik werk ook samen met verschillende luxe merken. Zoals Raissa Vanessa, McDougall, Giovanni. Dus het is een beetje half-half. Ben je er lang bezig met het ontwerpen van kleding? Ik ben er al 13 jaar mee bezig. Mijn mama was in de sector actief. Ik werkte al bij haar heel lang, dus ik heb heel veel praktijk opgedaan. En sinds drie jaar ben ik zelf op mijn eigen benen bezig. En nu Miss België over de vloer vandaag. Ja. Hoe komt de mens bij Miss België terecht? Of hoe komt Miss België bij u terecht? Het was eigenlijk Miss België die bij mij terecht kwam. Ik had twee jaar geleden een heel schoon ontwerp gedaan voor een van de kandidaten. En sprong eruit tussen al de kleedjes. Omdat Darlene en Guy het heel schoon vonden, hebben ze dan contact opgenomen met mij om samen te werken, omdat ze fan waren van de creaties. En dat was een heel goede kans om te grijpen. En ik hoor dan, of ik zie dan in Antwerpen, die eerste modeshow. Hoe verliep dat? Dat verliep heel goed. Het was mijn eerste modeshow. Ik had heel veel stress, maar alles was tiptop in orde. Ja, het was direct weg, die stress. Ja, het was direct, ja, dankzij Darlene ook. Ik kreeg ook veel hulp van haar. En nu heb je enig idee al over het kleed wat Miss België gaat dragen bij Miss World? Bent u daar nu al mee bezig of is dat al ontworpen? Nee, nog niet, want het was een heel drukke periode. Januari met de finale en alle ontwerpen. En ik heb een defilé gehouden met top 12. Dus nu even rusten en dan begin ik er wel aan. Een beetje brainstorming. Een beetje rust nodig ook, ja, brainstorming. En een beetje met mijn baby tijd doorbrengen. 2 jaar geleden getrouwd met uw man, die staat hier bij ons. Hè? Ja, en van boven hangt er nog een foto van ons. Is het een beetje, helpt u in de zaak zo wat? Oh, het is mijn rechterhand, echt waar. Hij helpt mij heel veel. Ja. En durft u dan zeggen, dit is minder goed, dit is, zou ik anders doen? We zijn altijd kritisch tegen elkaar. Ja. Als iets nieuw is, zegt hij dat tegen mij en ook omgekeerd. Dat we elkaar verbeteren en het beste proberen uit te halen. Ja, en nu die nieuwe winkel hier, hè? Wat moet dat u brengen? Ja, ik heb heel veel gewerkt voor mijn nieuwe winkel en ik hoop dat alles zoals verwacht. Goede locatie? Ik heb lang gezocht voor de locatie en het is ideaal omdat ik hier in de straat woon. En ik zocht een heel historisch pand, dus het was echt een droom toen ik het hier zag. Past volledig bij u? Past volledig en zeker bij de haute couture kleedjes. Beter kon niet. Bedankt heer Bru voor het gesprekje en nog veel geluk. Hè. Succes met de zaak. Dank u wel. Angeline, goedemiddag. Goedemiddag, Willy. Ja. Als Miss België in Gent, in Sint-Amandsberg. Je hebt zo'n prachtige jurk aan. Dank je. Dus we zijn hier vandaag bij de officiële opening van het Atelier Exclusief in Sint-Amandsberg. Onze styliste Ebru, ook een officiële sponsor van Miss België. En ik mag hier vandaag de lint doorknippen. Ja, boven een ganse zaal met bruidskleding. Ja, bruidskleding. Prachtig. Heb je al een kleed gezien, voor als je ooit trouwt? Ja, ik heb één, maar het is één van de duurste ook. En mijn kleed hangt er ook zelf boven. Dat is zo het wolkenkleedje van de kroningsavond. En dat vind ik echt supermooi. Ja. Ja. Je mag naar Miss World, dacht ik. Ja, dat klopt. Ja, sowieso een kleed van Ebru, maar de welke, of misschien één laten ontwerpen. Volgens mijn karakterpersoonlijkheid. Maar we hebben dat nog niet besproken. Heb je daar zelf een beetje inspraak in om dat te kiezen? Ja, tuurlijk. Zeker. En hoe voelt het nu aan om bijna een maand Miss België te zijn? Superleuk. Het is echt een van de mooiste cadeaus die ik ooit heb gekregen. Maar ja, we hebben ook heel hard gewerkt ervoor. En hard werken wordt beloond. Dus ik ben echt super content. En drukke dagen. Ja, dat wel. Ik moet vandaag, dus nu eigenlijk, direct vertrekken om een award uit te reiken in de Gouden Kaas. Ja. In Brussel. Terug naar hier. Ja, zoiets. Een beetje feest. Ik wil je bedanken en vlug omkleden en wegwezen alweer. Hè? Ja, zie je zo. Misschien tot zoiets. Bedankt alsjeblieft. Bedankt.